Wel, een wet verandert de werkelijkheid niet. Het helpt een beetje natuurlijk. Gelijke rechten hebben geeft de vrouw meer zelfrespect en meer, ja, een betere plaats op de wereld, betere kaarten in hun hand. Hè. Er moet natuurlijk nog veel gebeuren. En wat mij betreft moet dat gebeuren door het doorbreken van het rolpatroon. De vrouwen moeten stoppen met alleen die niet betaalde zorg voor zich, voor zich te houden of op te nemen. Zowel voor hun kinderen als voor hun ouders, als voor vrienden en kennissen. Dat zou moeten gedeeld worden. Er zijn gelukkig meer en meer mannen die graag kinderen willen en die ook misschien dan de helft van de zorg willen blijven opnemen. We moeten ons geen illusies maken. Die mannen leven ook, die leven niet in een vacuüm. Die leven in een maatschappij die hun werkgever is er niet om te zeggen ga jij maar naar om 3 uur naar huis. Als je kind ziek is, ga dan dat je dan op tijd kunt gaan afhalen van de school. Of blijf je maar een dagje thuis werken. Zo soepel gaat het allemaal niet. En vooral mannen zijn meer slachtoffer van de macho-cultuur in bedrijven. Dus dat kunnen vrouwen niet veranderen, want dan gaan ze zeggen, je bent jaloers en daarom wil je dat wij nu ook beginnen vrouwelijker te werken. Het zijn de mannen zelf die voor hun vaderschap gaan moeten opkomen binnen de bedrijven en dat gaan moeten veranderen. Dat is een grote uitdaging voor de toekomst. Dat ze hun wens om een goede vader te zijn, om een fijn gezinsleven te hebben, om hun kinderen echt te zien opgroeien, ook omzetten in daden en in een eisenpakket tegenover je werkgever en tegenover de overheid. En dat zij meeijveren om een warmere, kindvriendelijkere wereld ervan te maken. Dat is volgens mij een groot